Vrijdagavond speelde NEC de uitwedstrijd bij Almere City. Het creëerde eigenlijk geen kans op elke afstandsschot erna. Het verloor dan ook met 1-0. Jack, 1-0 verloren. Waar ben je nou nog het minst tevreden mee? Ja, met de uitslag natuurlijk en met het voetbal dat we gespeeld hebben. Want ik heb in de rust al gezegd tegen de jongens van als je vandaag de wedstrijd verliest, dan verlies je hem niet van Almere, maar dan verlies je van jezelf. Ja. Ben je boos ook echt? Nou ja, boos, weet je, teleurgesteld. Want ik denk dat hier veel meer te halen was geweest. En kijk, het is de eerste wedstrijd die we verliezen. Het is de eerste wedstrijd dat we geen goal maken. Ja, en ik vond wel dat wij te veel, en als ik dat verkeerd heb gezien van de zijkant, ja, dan is dat zo. Maar te veel hebben gedacht van we gaan die wedstrijd nog wel omdraaien. En dat gebeurt niet zomaar. Daar moet je volle bak voor spelen. In het vrijlopen, in het aanvallen, in de juiste keuzes maken, in posities bezet houden. En als je dat niet doet, dan krijg je een moeilijke avond. En, tempo te laag ook misschien? Ja, nou ja, goed, overal niet goed genoeg. En dan kan je eigenlijk in alle teamfuncties kan je dat benoemen. Zonder dat Almere eigenlijk vanuit het voetbal kansen heeft gecreëerd. Dat was er niet. Dus ja, daarom is het ook frustrerend dat je die wedstrijd verliest. Omdat misschien wel een van de tegenstanders was waar we juist het minste moeite mee hadden voetballend gezien. En, dus dan is dat extra zuur. Ja, want wat was het plan om de tweede helft te gaan doen? Nou ja, hoger druk zetten, hoger baltempo spelen en zorgen dat je de tweede ballen wint. En ja, voor de 1-0 van hun wonnen we alle tweede ballen op het middenveld. Konden we vooruit spelen. Ja, had je gewoon het overwicht en creëren we alleen geen kansen daardoor. Dat was in de eindfase niet goed genoeg. Je helpt Almere in een soort van zadel door de bal zo op het middenveld in de voet te koppen bij de tegenpartij. Ja, en hij zit er ook gelijk in, weet je. Dat is dan zuur, dan heb je nog wel een lange tijd om het goed te maken. Maar ja, als het allemaal net niet goed genoeg is, dan lukt het niet. Ja, en bijvoorbeeld zo'n voorzet, hè, aan de linkerkant. Vind je dan dat Okita mee terug moet lopen of vind je juist dat van achteruit opgevangen moet worden? Je bedoelt bij de eerste goal? Ja, bijvoorbeeld een linksback gaat er vandoor. Moet Okita dan mee of moet het juist opgepakt worden met een vrije man vannacht? Ik weet niet wie er vandoor ging. Dat moet ik even terugzien. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar wat ik het slechtste vind is dat we gewoon een vrije bal in de voet van de tegenstander koppen op het middenveld. En ja, dan kom je in een ondertal of je komt in keuzes te maken. En dan zijn misschien andere spelers net in een voorwaarts beweging. En dan krijg je problemen. Nou, dat hebben we ook laten zien. Als je dat doet tegen Almere, dan kunnen ze gevaarlijk zijn in omschakeling. Ja. En dan komen er nog mogelijkheden? Kvira er nog in? Ja, dat doe je om een beetje lengte te forceren. En we willen Matthias dan voor in de spits erbij gooien om wat kopkracht erbij te zetten. Nou, Jozef heeft natuurlijk met zijn drive en lengte dan ook nog wat meerwaarde ten opzichte van Leroy. En je gaat in die fase 1-op-1 spelen om het te forceren. Volgens mij viel er nog twee keer een bal een beetje tussenin. Eén keer wordt gered door Platel met het puntje van zijn schoen. En dan als die er niet in gaat, dan merk je ook wel een beetje dat het geloof weg is en dat de wedstrijd doodbloedt. Ja. Leroy, 1-0 verloren. Waar ging het volgens jou mis vanavond? Ja, in veel dingen. Te slordig aan de bal. Weinig beweging. Weinig geloven. En dus ja, dat was gewoon te weinig van iedereen, van de hele groep. We komen niet echt in de wedstrijden. En dat ligt echt aan ons. Dat is niet dat wij onder de indruk waren van de andere team, maar we hebben gewoon zelf moeilijk gedaan en weinig te laten zien. Slordig in balbezit ook, vond je dat ook? Ja, ik vind dat het mist beleving, bewegingen. En we hebben misschien veel de bal gehad, maar niet zoveel kans gecreëerd. Ja. Dus ja, dat was het. Door weinig beweging, denk je, of niet snel genoeg omschakelen? Ja, ik denk gewoon dat is een beetje van alles. Een beetje, alles was te weinig vandaag. Die goal die kwam natuurlijk van de andere kant. Hoe zag jij die gebeuren? Die goal, we hebben een corner, denk ik. En, ik weet dat de bal terugkwam en ik probeer de bal terug te kopen. Ik ga in het middenveld en die andere ploeg kwam in counter. En voorzet en goal. Dat ging echt snel en we gingen niet snel genoeg in de omschakeling, denk ik. Zat organisatorisch ook niet helemaal lekker bij die goal, had ik het idee. Had jij dat ook?
Ja, de omschakeling was, niet goed. Ja, zoals ik zei, dat is een beetje alles die te weinig was vandaag. Ja. Nou, je bent vader geworden, van harte gefeliciteerd nog namens RN7. Gaat alles goed in ieder geval thuis? Ja, dat is goed. Weet je, dat is de mooiste moment van mijn leven. Ja. Dus het is wel, thuis staat wel goed. Ja.